maand pak ik de zalm uit mijn winkelmandje. Dus een dag tussen de producten. Om zoek naar kokosolie, 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 kokosolie. Tot fictief mijn telefoon afgaat. Met de hand waar de zalm in zit. Duik ik mijn handtas in. Zoeken naar mijn telefoon. Ik laat de zalm daar achter. Ik zeg nog even, hè? Waar heb ik dat ding? Pak dan mijn telefoon, begin een ingebeeld gesprek. Hey man, bij de kassa reken ik avocado, wasabi en sushi rijst af. Yeah. Wie heeft ook wel iets gestolen? Vingers! Oké, porno kijken ook maar Jotten dat... Ik praat in de voorstelling over een wild leven. Met veel seks, drugs en rock'n'roll. En dat daar verveling eigenlijk ingeslopen is. Wat heb jij gestolen? Nou, elke zaterdag een parooltje van de oude. En hoe doe je dat dan? Nou ja, een beetje zo. Dan ga je bij de bloemen kijken. Dan ga je het winkelmandje of winkelwagen terugzetten. En dan is er een hele rij daar bij de counter. En dan ja, loop je langs en neem je een parooltje mee. Oh, piep, piep. Zo. Dat doe je dus nog steeds, toch? Hé, en ga je ja, dapper, dapper. Hey, en kan je dan een beetje genieten van die parool? Ja? Nou, wie kan dit overtoepen? Wat hebben we nog meer gejat, mensen? Vingers? Parooltje is het ergste, geloof ik niet. Wie heeft er eens een keer een fiets gejat of iets dergelijks? Ja? Jij? Niet een fiets, maar ik werd ooit helemaal achter de kast. Ja? Alles wat ik op mijn pakken gestolen. Echt helemaal. Ik zoek interactie met het publiek, omdat ik ben nieuwsgierig gewoon van hoe zo beleef ik het. Ik vertel een persoonlijk verhaal en ik ben eigenlijk gewoon benieuwd van, goh, wat vind jij, hoe sta jij daarin? Wat ik altijd doe op de eerste date, ik neem mannen altijd mee naar een stripclub. Ja, eerst gaan we dan drinken bij de Engelbewaarder. Dat gaat namelijk om 2 uur al dicht. En dan is het om 2 uur van... Nee, we kunnen nu nog niet naar huis, toch? Nee, echt nog niet naar huis. Misschien kunnen we hier heel even... En dan lopen we de Wallen op, daar is de Bethlehemsteeg. Daar is La Via en Proost. Kun je laptops krijgen voor een tientje. En, vind ik fascinerend, joh. Om mannen te testen, weet je wel. En om te kijken van wat voor vlees ik in de kuip heb, wat voor een type het is. Ik bedoel, dus wij hup zo'n lapdance. En hoe gaat hij daar dan mee om? Is hij er geil mee? Of heel ongemakkelijk? Of gegeneerd? Of juist super zelfverzekerd, weet je wel? Gaat hij überhaupt niet mee naar binnen? Ja, dat laatste zou wel eens goed zijn, maar er is eigenlijk nog nooit gebeurd. Ik loop tegen dingen aan, weet je wel, in deze maatschappij. En ik bevraag mezelf, hoe doe je dat? Monogamie, weet je, hoe werkt dat dan? Waarom vind ik dat moeilijk? En is dat dan mijn natuurlijke instinct? Ben ik dan niet monogaam? Of is het de maatschappij die dat me oplegt en wil ik daaraan voldoen? En als je afwijkt van die maatschappij, schaam ik me dan voor het feit dat ik niet monogaam ben? Nou, en zo gaat dat balletje rollen van hoe zit dat nou? Nou goed, magen zijn er van zo verschut. Ja, dan kom je mee op kamers. Had ik een klein plannetje opgemaakt. Tijdens wiskunde waren we sommen aan het maken. En toen de leraar, die moest even naar beneden, het lokaal uit. En die moest die briefjes inleveren, weet je wel. Van die te laat komers bij de conciërge. En op het moment dat die man de gang op loopt, zeg ik kan het lekkerste pijpen van de hele school. Weet je wat het ergste was? Het helemaal niet op gereageerd. Ik zit nu overigens in een pijpvrije fase, hoor. Alleen als ik iemand net ken en een indruk denk te moeten maken. Ik denk dat ik het leven leid wat andere mensen zouden zien als vrij. Maar ik voel mij heel vaak niet vrij. Ik voel mij heel vaak rusteloos. Ik jaag mijn demonen na. Ik zag net in het tv-programma De Verandering een voetbalsupporter zo vol van liefde voor de club dat het te ver gaat. Het lezen van het dagboek van mijn moeder was echt veel.
Dit moet u bedoelen met afgoden. Mijn afgod op dit moment is uitgaan, dansen en aandacht van mannen. Ik neem mij voor mijn kinderen geen prooi te laten worden van die zogenaamde vrijheid. Het is wel heel opmerkelijk, toch? Dat mijn moeder de Bijbel van preutsheid vertolkt en dat ze dan zo'n losgeslagen kind op de wereld zijn. Die dagboeken van mijn moeder die dienen als een soort Jaapie Krekel, weet je, het geweten eigenlijk wat er boven hangt. Zo zet ik ze in de voorstelling. En ik ben erg blij dat ik naar toe ben. Ik zou zeggen dat het een absolute aanrader was.